heren. Match day 15 van de Proximus E Pro League. We gaan in actie zien Oostende tegen Anderlecht. En we spelen bij de Kustboys, oftewel Oostende, thuis in de Versluis Arena. Waar 8500 mensen in kunnen. Ik ben benieuwd of er vandaag veel volk komt kijken. Want voor Oostende staat er wel iets op het spel. Voor Anderlecht, ja, alleen nog misschien behoud van de eer. Mijn naam is René Treur en ik ben getuige van deze wedstrijd. En sterk nog, ik mag een commentaar opgeven samen met Castiel. Inderdaad. Castiel, welkom. Ja, dankjewel. Kastjop oftewel Kasper Schubilski, want ik denk af en toe, je gaat Kasper Schubilski zeggen, ja, dat is geen Kastjop. Geen idee. In ieder geval, Anderlecht tegen Oostende, het belooft een spannende wedstrijd te worden. Aangezien Robin hier alles op alles gaat moeten zetten, hij speelt zijn laatste wedstrijd. Een teleurstellende Proximus E Pro League. Laatste in de stand, twee keer meer kunnen winnen. Ja, ik denk dat die Kevin hier zijn winst gaat proberen af te snoepen. En dat hij echt alles, maar dan ook alles op alles gaat zetten. Om dan uiteindelijk toch in die laatste wedstrijd toch met een klein beetje een trots gevoel naar huis mag gaan. Ja, zeker. Oostende staat natuurlijk op de 8e plaats. Hij heeft nog alle kansen om de 6e plaats over te nemen van Charleroi. Moeten ze wel even winnen natuurlijk vandaag. En daarbij zijn ze afhankelijk van het resultaat van Antwerpen ook. Met Zimet Killer, die op doelsaldo boven hem staat op de 7e plaats. En dan is het Oostende dat mag aftrappen in hun eigen Versluis Arena. En het zijn de gele hemden aan de linkerzijde van het veld natuurlijk. En dan aan de rechterkant, zoals we gewend zijn, het paars-wit van Anderlecht die hier op bezoek komen. De recordkampioen met natuurlijk Robin Seus als vertegenwoordiger. Ik ben heel benieuwd wat ze kunnen brengen vandaag. Het eerste schot is voor Oostende, maar die is ruim naast. En dat komt door de interventie van een verdediger. Dus daar gaan we een corner zien. En dat kennen we van Oostende. Die zijn gevaarlijk. En dan zien we hem hoog worden ingebracht. En leek haast dat hij weg werd gekopt door een van de aanvallers. Ja, inderdaad. Ja, Anderlecht is aan de bal. Maar het is van uiterst belang voor Oostende vandaag om te winnen. Want als ze winnen, worden ze natuurlijk geplaatst voor die play-offs. Dan springen ze bovenop Charleroi. En dat is natuurlijk wat Kevin vandaag gaat proberen waar te maken. Is nu wel in balbezit. Na een 8 minuten gespeeld te hebben, heeft hij nog geen enkel schot op doel gelost. Als ik me niet vergis. Maar komt dan nu wel toch gevaarlijk in die 16. Gaat hij op een schot komen? Ja, dat gebeurt net niet. Is spijtig genoeg. Maar blijft in balbezit. Wordt dan uiteindelijk wel weggespeeld. En zo kan Robin weer zijn aanval opbouwen. En benieuwd wat hij daarvan gaat kunnen maken. Hij ziet een lange bal. Ziet de ruimte langs de flank. Wordt het op een, een heel gekke wijze. Gewoon op de grond gemorzeld. Gewoon een rugbyduw. Scheidsrechter die niet fluit. Hoeft ook eigenlijk niet, want het was een duel. Maar altijd grappig om te zien. Ziet, Anderlecht blijft de bal bezit. Ziet de ruimte langs de flank. Komt dan op een schot van heel ver, maar gaat gewoon weer recht in de handen van de keeper. Ja, misschien even om zijn statistieken op te wijzen. Dat is natuurlijk misschien iets mentaals dat straks als het rustsignaal bereikt wordt. De gelijke stand, dat het toch wat indruk maakt als er veel schoten staan op je tegenstander. En, ik denk niet dat dat werkt tegen Kevin Lenglet, de man van 29 uit Zaventem. Zoals gezegd, zeer veel ervaring. Laat zich het hoofd niet op hol brengen, laat zich niet gek maken. Hij speelt altijd zijn eigen spel. Hij speelt altijd behoedzaam, maar probeert wel zoveel mogelijk de aanval te zoeken. En dat maakt het wel degelijk vermakelijk. Hij speelt zelf ook voetbal bij HO Veltham, onder andere. Dat is natuurlijk niet zijn enige hobby samen met FIFA. Verder veel tijd aan het doorbrengen met zijn gezin. Oh, wat een vet schot. Perfect getimed. Ik dacht dat een goal zou worden, maar onderkant laat en het veld terug in. Dan is het Anderlecht dat weer de andere kant op mag rennen met de bal aan de voet. Ja, inderdaad, en als we 20 minuten gespeeld hebben, zagen we de gevaarlijkste actie tot nu toe. Zeer, zeer mooi schot van zeer ver tegen deklat. Ja, spijtig. Hij mocht er van mij ingaan, gaat hij deze keer erin. Nee, het schot wordt afgeblokt en gaat weer recht in de handen van de keeper van Anderlecht. En de vraag is, kan Anderlecht dan nu opbouwen? Vindt heel veel ruimte langs de flank. Gaat dan door het midden passen en verliest de bal weer. Ja, er worden heel mooie acties in deze wedstrijd gemaakt, maar er wordt ook heel veel worden wel steken die laten vallen worden. Ja, zeker. 25 minuten gespeeld nu. En de eerste tactiekwijziging gaat plaatsvinden. En het lijkt Zeus van Anderlecht te zijn die daar met name in wil schuiven. Alleen de personele bezetting wordt iets aangepast.
een aantal spelers van positie gewijzigd. Je ziet daar Barkalli op 10 bij Lenglet. Dat was de player to watch. Di Mata was dat natuurlijk bij Anderlecht. Want dat is die niet alleen het echi, ook op de digitale velden. Een absolute smaakmaker. Verder hopen we te kunnen genieten van Santini bijvoorbeeld. Die het ook niet echt bijzonder goed doet. Die zien we iets minder in de Proximus E Pro League. Maar wie weet, deze wedstrijd is nog zeer, zeer jong. En hij gaat hervatten met de inworp van KV Oostende met Kevin Lenglet. Eens zien wat hij daarvan kan maken. Speelt de bal rustig in het rond. Zeer geconcentreerd. Ook zeer nuttige basis hier. Die een beetje geduw en getrek aan de shirtjes van Oostende door de verdediging van Anderlecht. Maar de scheids fluit niet. Oostende blijft een bal bezitten. Probeert daar met een mooie schijnbeweging voorbij die laatste man van Anderlecht te komen. Ja, spijtig. Er gebeurt dat niet. Laat wel... Ja, verlies balbezit op een zeer gevaarlijke positie. Daar gaat dan de 1-0 voor Kevin. Ja, mooi schot, maar echt ja, op een zeer domme manier de bal kwijtgespeeld door Robin. En ja, het komt hem zuur te staan hoor. Terecht de voorsprong van Oostende. Maar ja, spijtige zaak voor Robin die de bal verliest op een zeer gevaarlijke positie. En op zo'n cruciaal moment, ja. Ja. En zo staat het 1-0. Ja, absoluut. Uitstekend toepast. Toegepast het timed shooting hier in de lange hoek. Kevin Lenglet doet het bijzonder goed. Ik weet inmiddels waar ik op moet letten. Mede dankzij de tips van Abdullah Wijs en Brian Mouillard. Inderdaad, rondom de cursor verschijnt natuurlijk dat groene lijntje. Tenminste, groen als je het goed doet. En dat deed Lenglet uitstekend zelfs. Anderlecht op achterstand. Het zijn de Kustboys die gaan strijken met de voorsprong. Oostende, toeristische stad, 71.000 inwoners. Hebben een haven, hebben ook een luchthaven. Dus het is een grote stad. En sinds 2014 opnieuw in de eerste klasse, de hoogste Belgische voetbalklasse, te bewonderen. En dat is maar goed ook, anders hadden we Kevin Lenglet misschien niet aan de aftrap zien verschijnen in de Proximus E Pro League. En hij geeft ons zeer veel vermaak en maakt het spannend tot de laatste speeldag. De club die trouwens nog nooit kampioen is geworden in de eerste klasse, maar wel bekerfinalist was in 2016-2017. Ja, absoluut. Oostende die het in de echte voetbalwereld gewoon laatste jaren... ontzettend grote progressie heeft geboekt. En ja. Die zegt van hun, daar ging het eventjes gevaarlijk worden, maar het gevaar is nog niet weg. Nu ondertussen wel. Maar Oostende die de laatste jaren gewoon progressie heeft geboekt en zegt dat een volwaardige, echte, goede middennoot van de eerste klasse heeft gemaakt. Ja, en dat is altijd mooi om te zien, hoe zo'n club staan progressie boekt en omhoog gaat, beter spelers koopt. En zich in het algemeen gewoon ontwikkeld. Ja, absoluut. We stonden gewoon keurig 12e rond de winterstop. Dus wat dat betreft, je hoeft je niet te schamen. Je hoeft ook niet van de daken te roepen. Maar dat is gewoon wat je mag verwachten van Oostende. Vorig jaar ook een zeer sterk seizoen. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar ja. Ik weet niet hoeveel ze uiteindelijk geëindigd zijn. Maar ze hebben echt heel mooie wedstrijden gespeeld. Ze hebben ook veel onverwachte partijen gewonnen. En natuurlijk met Mark Koeken toen aan de zijde. Ja. Hadden ze een fantastisch seizoen achter de rug. Maar goed, 43 minuten gespeeld in deze eerste helft. Oostende die op voorsprong staat met een mooi doelpunt. Maar een slechte actie van Robin die eigenlijk het doelpuntje weg heeft toen. Ja. Maar het ziet er nu uit dat we met een 1-0 de rust ingaan. We krijgen 2 minuten blessuretijd. Er kan dus nog één actie uitkomen. Het ziet er nu uit dat hij voor Oostende gaat. Kan hij hier van ver schieten? Dat is natuurlijk de vraag. Er wordt geschoten, maar wordt afgeblokt. En zo gaat de laatste actie dan toch misschien naar Anderlecht. Is daar nog tijd voor? Ja, daar is nog tijd voor. Komt hier een lange bal langs de flank? Nee, langs het midden. Die met een beetje geluk aankomt bij Anderlecht. Maar dan uiteindelijk wordt weggespeeld of verspeeld. Maar goed, we gaan op naar de tweede helft. Ondertussen staat het 1-0. Ja, gaat het gelijk op. Ik zou zeggen, Oostende staat wel iets beter in de match. Robin die hier en daar een stom foutje maakt. 59% balbezit ook voor Oostende. 6 schoten op doel voor Oostende ook. Ja, dat is wel een tikkeltje beter dan Anderlecht. En ik ben alleen maar benieuwd wat het in de tweede helft kan worden. Ja, absoluut. Het is Robin Seuss die tegen een achterstand aankijkt. Hij zal moeten terugvechten. En met de nadruk op vechten in die tweede helft. Want hij staat er niet fantastisch voor. Natuurlijk sowieso in de... Ja, ik wilde zeggen Jupiler Pro League. Daar hadden we het net natuurlijk even over. In de Proximus E Pro League natuurlijk. En Anderlecht dat in de Jupiler Pro League een stuk hoger staat. Maar ook niet eigenlijk naar hun historische
hun gevoelsmatige positie voldoen. Want zij willen altijd bij de top 3 zitten, het liefst altijd kampioen zijn. Zijn dat ook het vaakst geworden in de Belgische hoogste klasse. Maar dit jaar lijkt het niet te gaan lukken. Kan in theorie natuurlijk nog altijd. Maar met de nadruk op lijkt dan. Maar laten we toch even focussen op het KV Oostende leek richting strafschopgebied op te gaan. Maar dat gaat niet lukken. Het is Anderlecht dat overneemt. Robin Zeeuws dat dan meteen de aanval zoekt. Dat gaat niet lukken. KV Oostende dan met de overname. Maar heeft weer een lange weg te gaan naar de goal. En Lenglet kennende zal hij dat rustig aan en behoedzaam doen. En inderdaad, hij schuift hem hier rond in de achterhoede op zoek naar de vrije middenvelders. Die zijn vooralsnog niet te vinden. Nee, inderdaad. Ondertussen 52 minuten gespeeld. Balbezit voor Oostende die probeert op te bouwen en naar de tegenstander zijn helft probeert te geraken. Op een rustige manier. Ze staan voor. Ik bedoel, Kevin heeft geen haast. Hij moet zich nergens zijn trein halen. Moet nergens nog heel veel doelpunten maken, want hij staat stabiel met een 1-0 voorsprong. Het is wel een minime voorsprong, maar als hij geconcentreerd blijft spelen, zal het normaal moeten lukken om tot het einde van deze wedstrijd op deze score te blijven. En kan hier dan toch een heel mooi schot krijgen. En prachtig, prachtig, prachtig doelpunt. 2-0 voor Oostende. Mooi timeshot van heel ver. Ja. Weinig op aan te merken. Terecht verdiend. Ik zei het, hij speelt gecontroleerd, blijft gewoon goed in balbezit, pakt al zijn tijd om de ruimte te zoeken, vindt hij dan uiteindelijk en dan komt hij met zo'n knaller van een schot. Een zeer mooie manier om in de 56e minuut op een 2-0 voorsprong te komen. En Robin Zeeuws misschien wel naar huis sturen met weer een nederlaag. Ja. Ja, belangrijke 2-0 hoor, want stel je voor dat Antwerpen zijn wedstrijd ook wint. Antwerpen heeft op dit moment 1 doelpunt beter doelsaldo dan Oostende. En staat gelijk op punten. Dus stel je voor, Antwerpen wint ook, maar dat is maar met 1 doelpunt verschil. Dan komen ze gelijk op punten en gelijk op doelsaldo. Dus dan zouden we... Ja, hoe gaan we het dan doen? Nou, dan moeten we nog maar eens even kijken naar het onderlinge resultaat, denk ik. Verder Sporting Charleroi natuurlijk 2 punten meer op dit moment. Maar als die vandaag verliezen, ja, dan gaat die er voorbij. Stel je voor, die spelen vandaag gelijk. Dan blijven die op een doelsaldo van plus 6 staan. Dan zou Oostende er nog eventjes 2 bij moeten prikken. Dan komen zij ook op een doelsaldo van plus 6. Als ze hier dus met 4-0 winnen of met 5-1. Dus dat even de scenario's die zich nu nog kunnen voltrekken in het laatste half uur van deze wedstrijd. Waar overigens een grove charge plaatsvindt van de Anderlecht speler op de rechterflank, Robin Zeeuws, die aan de noodrem trekt. En Oostende gaat vrije trap mogen nemen. Lijkt geen kaart aan te pas te komen, dat hoeft blijkbaar niet. Maar het was wel een stevige ingreep hoor. Ja, inderdaad. Maar zoals je er net al alles overliep van hoe de punten er kunnen uitzien of hoe het klassement kan uitzien na deze winst van Oostende, komt dan gelijk te staan met Antwerpen als ze ook winnen. Ja. Nee, maar dat betekent dus, dit is de laatste speeldag. Dit is ontzettend spannend, want er zijn nog enkele play-off plekken te verdelen. Of beter gezegd, er is 1 laatste play-off plek te verdelen. En daar, dat is waar er om gestreden moet worden. En ik ben zeer benieuwd wie daarmee naar huis gaat lopen. Ondertussen zit Oostende er vrij goed voor. Ik denk niet dat die deze wedstrijd nog uit handen gegeven gaat worden door Kevin. Maar de vraag is natuurlijk wat Antwerpen gaat doen. Gaan ze meer scoren? Gaan ze een beter doelpunt saldo hebben of niet? Want dat is natuurlijk ook van belang als je evenveel punten hebt. En het is dan wel op een zeer zure manier. En weer een schot, weer een 3-0. Bijna gelijk hetzelfde als een 2-0. Hij is er trots op hoor, op dit doelpunt. En dat zou ik ook zeggen, want wat een schot. Ja. Echt van kilometers ver gewoon. 3-0 terecht ook. Echt. Wijzend op hetzelfde. Zijn shirt. Ja, hij wijst op zijn shit inderdaad. Ja, maar bijna op dezelfde manier heeft hij ook die 2-0 gemaakt. Met beide keer dezelfde speler. Dat is gewoon prachtig. Echt, 3-0 is terecht. Ik zei het, je gaat de wedstrijd waarschijnlijk niet meer uit handen geven. En na zo'n 3-0, dan lijkt het wel haast onmogelijk voor Anderlecht om hier nog een 3 punten te pakken. Ja, komt dat niet. Toch wat een mooie actie. Gaat er bijna met een puntje, met een doelpuntje lopen. Ja, zeer mooi geprobeerd van Robin, maar helaas. Ernaast. Ja, en het scheelde niet eens heel veel voor mijn gevoel. Ja, net over de kruising.
Ja, die is voor iemand in het publiek. Die heeft ook een goede dag als hij mee naar huis kan smokkelen langs de beveiliging. Het is 3-0 en we zagen die reactie van Kevin Lenlet bij de 3-0. En dat is zeer veelzeggend. Hij heeft ook met die calculator in zijn handen gezeten hoor. Hij heeft ook gekeken wat er kan gebeuren als Charleroi gelijk speelt of verliest. Hij heeft ook gekeken wat er kan gebeuren als Antwerp wint. Hij beseft dat het doelsaldo zeer, zeer belangrijk kan zijn. Charleroi speelt later vandaag een moeilijke match tegen Racing Genk van Wesley Campana. Die in theorie nog een kans heeft, maar dat is echt wel heel onwaarschijnlijk. Want die moet waanzinnig veel doelsaldo goed maken ten opzichte van die andere ploegen die op gelijke punten kunnen komen op die zesde plek. Dus wat dat betreft Campana, maar ja, misschien dat hij ook nog gelooft in zijn kansen. En misschien dat hij gaat voor een grote overwinning. En dat zou goed nieuws zijn voor Kevin Lenglet, die dan alleen maar zich zorgen hoeft te maken om Antwerp en om doelsaldo Charleroi. Ja, inderdaad, ik bekeek eventjes die doelpunten saldo en we kunnen gewoon met een gerust hart eigenlijk zeggen dat Genk... Dat wordt er niet meer. Het wordt er niet meer. Min 4 ten opzichte van plus 6 van Charleroi. Ja, je moet 10 doelpunten maken. Ik bedoel, het is mogelijk inderdaad. En ja, ik denk precies. Als deze spelers uit de Proximus in Pro online gewoon gaan spelen, dat ze wel eens 10-0 kunnen maken. Maar hier... Ja, maar Kasper, hij speelt wel tegen Charleroi. Dus elk doelpunt dat hij maakt, telt dubbel. Oké, daar had ik eventjes niet op gelet. Ja, dus 5-0, dat zou genoeg zijn. Want dan is het onderling resultaat dat verschil. Inderdaad, het zou een droomscenario zijn voor Genk. Ja? Een droomscenario voor Limburg. En heel stiekem voor mij. Maar het kan dat. Er gebeurt echt veel hoor op deze laatste speeldag. Hou het in de gaten. En blijf vooral kijken, want het wordt nog bijzonder spannend. Ondanks dat deze wedstrijd dat niet meer zal worden. De laatste 5 minuten zijn namelijk aangebroken met een 3-0 voorsprong voor Oostende. Dat nog één keer op avontuur gaat. En dat nog zal proberen om te werken aan dat fantastische doel saldo. Want dat is zo belangrijk. Hij was al positief. Het wordt van plus 2 wordt het plus 5 als dit zo blijft. En dat betekent dat hij zichzelf een goede dienst doet. Als Charleroi namelijk verliest hier, dan wordt hun doel saldo ook minimaal eentje minder dan plus 6. Dus ook plus 5. Interessant, er kan veel gebeuren. Inderdaad, en de tijd tikt, de klok gaat. Alsjeblieft! Maar kijk hier, 4-0. Alsjeblieft, dan hoeft Charleroi maar met 1 doelpunt verschil te verliezen. En gaat Oostende erboven kruipen op de ranglijst. Maar 1 doelpunt verschil is genoeg. Wauw. Ja, Kevin, zit goed in vorm. Absoluut mooie wedstrijd. Ja. 4-0 tegen Anderlecht. En dan op wat voor een manier, altijd met die mooie afstandsschoten. Ja, prachtig om te zien. Hij weet waar hij mee bezig is. Kijk eens aan, zeker. Hij knikt van ja, dit is een zeer mooi doelpuntje. Hij geniet er ook van om naar deze herhaling te kijken. En dat zou ik ook doen, want de tijd tikt en de match gaat na deze laatste actie eindigen. En met zo'n eindstand, ja hier kijk, dat schot kids bijna nog af. En het kon wel zwaar een 4-1 worden. Maar kijk, de match gaat nu af... afgefloten worden of krijgen we dan toch nog een actie van Anderlecht te zien, dat kan natuurlijk ook. Wie weet krijgen we dan toch een 4-1 op het scorebord te zien. Ja, kijk eens aan dan toch! En het beteuterde gezicht van Lenglet meteen, die besefte dat weer net iets minder kansrijk maakt voor zijn top 6 missie. Hij gelooft er nog altijd in en hij heeft er alles aan gedaan vandaag. Ja, hij steekt een duimpje op naar de camera, keurig, sportief. Mooie goal, met andere woorden, naar Robin Seus. Maar Lenglet zal niet tevreden zijn dat hij die nog heeft geïncasseerd. Tegelijkertijd mag hij zich tevreden prijzen dat hij alles heeft gedaan om top 6 te eindigen dit seizoen. Hij gaat even moeten toekijken samen met ons hoe de komende wedstrijden gaan eindigen. Maar heeft kans om naar die top 6 te schuiven. Is daarbij heel erg veel dank verschuldigd aan Wesley Campana als dat gaat gebeuren. Laten we dat nog even afwachten terwijl we naar de statistieken kijken. Ja, Oostende gewoon veel meer balbezit. Evenveel schoten op doel, maar meer schoten gepleegd. Laten we de spelers nog voor een laatste keer voor de camera halen en ze het hemd van het lijf vragen. Je l'ai certainement pas pris de haut parce que à mes yeux ça reste un très bon joueur avec beaucoup de qualité malgré sa place au classement. Donc j'ai simplement joué mon jeu comme si je jouais une tête de classement, donc concentré, j'ai fait ce que je savais faire et j'ai pas tenté des choses que je ne savais pas faire et ça a bien tourné pour moi dans ce match, donc je suis satisfait. Oui, un joueur que tu as l'air d'apprécier, on a vu le petit pouce en l'air sur le 4-1. Oui, parce que je trouve qu'il méritait ce but, il en méritait peut-être même deux parce qu'on voit que c'est un joueur qui a envie de montrer des choses,
qui est peut-être un peu difficile avec la scène, mais dans le fond, c'est un très bon joueur. Et je le sais même en dehors de la scène ici que c'est un très bon joueur. Donc, il mérite ce but. Il a été mal payé dans ce tournoi. Il aurait dû être plus haut. Pour moi, il aurait dû être plus haut parce qu'il a eu énormément de malchance. Donc oui, il a été très mal payé. C'est un zeer sterke tegenstander. Et en first time finesse, c'est zeer goed. En dat is zeer moeilijk om dat te verdedigen. Ja, hij heeft inderdaad gedaan wat hij moest doen. Nu, het was een rotseizoen voor jou. Dat moet niet gezegd worden. Het is tijd om je te rusten en te herbronnen, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Deze competitie heb ik niet echt geluk gehad. Ook altijd verloren in de laatste minuten meestal. Dus dat is niet makkelijk. Ja.